Matty! Dit is een pleister, die hebben we namelijk niet. Jawel? Ik heb pleisters voor je. Echt? Ja. Nou, dat doe ik na de opnames wel. Oké. Okay. Hey. Zie je wat er is gebeurd? Nou? Hier. Heel de dingen eraf geraapt. Jezus! Jezus! Doe even wat erg is. Oh my god! Mensen, welkom bij dit rewards. Nee, je hebt gewoon twee toch? Wie is er in voor? Ronaldo hoor. Nee, ja, Ronaldo en Hazard en Kane. Dan gaan we dan. Geef hem maar Ronaldo. Ja, zeker niet. Kom maar. Zeker niet krijgen. Oh, Gerard. Die is slecht, hè? Oké, de volgende. Die mag jij doen. Kom op. Je hebt er maar drie, hè. Ik denk dat je Hazard, Ronaldo en Kane krijgt. En dan kies je toch rustig voor Kane. Wie bent ze bijna? Bent ze bijna. Dit is die pair of the month. Ja, maar weet je wie ik heb? Die nog veel beter is. Tokoi Kambi. Maar pak je mic er niet bij. Oh mijn god. Welkom mensen, dames en heren, welkom. Je hebt er nu 9 denk ik, toch? Ach, hoe kan dat? Heb je een keer zilver gehad of zo? Nee, ik heb er toch een keer 1 gediscard. Je hebt er altijd 2. Zijn het er maar 2? Zijn er niet 2 per keer. Kijk nou eens goed. Ben ik blind? Wel. Oké, ben echt niet blind. Ga ik keer goed kijken. Ah, kan ook niet, maar het moet gewoon uitkomen. Ja hoor. Ja hoor, oh, is gewoon goed. Ben je rang 2? Oh, je hebt het gespeeld voor die weekend. Ja. Hoppakee. Ja, lekker allebei hoor. Allebei een megapakket, allebei 50k pack en ja. Dan... We beginnen met de megapakketjes. Is dit trader of niet? Daar komen we achter. Zijn er mensen al geabonneerd op mijn kanaal? Nee. Je moet de agressieve methode doen. We krijgen een borden. Nee, helemaal niet. Dat zeg je toch wel. Oh, ik ben blind. Is ook faal. Oh mijn god. Champions League Marine. Ik zeg me dood. Kom maar. Komt u maar door. Ja. Dat was duidelijk een borden spelen. Ja. En die heb ik gepakt. En het is een inform walkout. Kom maar. Geen Spanje. Oh. Ik dacht even dat ik Portugal zag of zo. Onana. Onana. Stel je voor, Info Ronaldo. Ben ik pack koning? Dat zou vrij ziek zijn. Ja, mijn account. Oh, oké. Gaat om account ja, voor vind ik ook. Ja, vind ik ook. Ah. Ik heb al zo lang geen wildcard gepakt, ook met jullie erbij. Niet ja, die Ronaldo Zeko. Toen. Maar... Sinds die niks. Nee, ja, zelf ook nooit meer. Ik heb best wel wat geopend nog. Oh, je hebt nog 350k packs, joh. Ja, 1 tradable, 2 untradable. 1 tradable, 2 untradable. Komt u maar, komt u maar, komt u maar. Geef mij Ronaldo in vorm. Oh, ja hoor, ja hoor. Het is hartstikke veel. Respect. Jammer, moet 10. Die Cancelo pack je echt nooit. Ik heb hem al 2 keer gepakt. Echt? Ja, een tradable in mijn club zit hij ook. Ja, gewoon die 84 is gewoon 4k, 5k waard, hè. Sorry. Dat is de tradable. Die we net geopend hebben. Oh ja, dat was de tradable. Nou, welkom bij de untradable. Geen borden. 50k pack geen borden, hoe kan dat? Je gaat bij 100k packs toch nooit meemaken, zou je zeggen. Straks met Black Friday. Oh ja, mensen, Black Friday. We hebben een leuke actie op Ik Word Te Goed. Wat we gaan doen met Ik Word Te Goed? Elke 100ste bestelling wordt verdubbeld. Ja. En hoe kan je dat in de gaten houden? Instagram moet je volgen, want Ik Word Te Goed. En we hebben allemaal hutspost verder. Allemaal huts, dikke vette huts. Risker dan zien van, er is iets verdubbeld en die man is nu miljonair, want hij had voor 500.000 euro verkocht. Ja, precies. Dus volg Ik Word Te Goed en koop je te goed tijdens Black Friday bij ikwordtegoed.nl en maak kans dat je te goed verdubbeld wordt. Ja, 100k pack is. Ja. Ja, dat ja. Dat is in ieder geval borden. Ah. Je weet, het kan geen walkout zijn. Ze zijn uit de game gehaald. Niet weer Fisca. Ja, het is bizar. Hij zeker een winter upgrade gehad. Dat kan ik me niet eens zeker zeggen. Oh, Nakamino. Ik weet wel dat je een beetje zielig bent met je vinger. Oh nee. Besef, hij heeft zo'n enorme snee in zijn vinger. Ja, echt. Maar hij is ook zo... Maar ook over dwars. Ja. Mat, ik ga deze packs openen. Is dit jouw vriendin? Nee, dit is Gmail. Oh, jezus, is goed. Is het goed. Nee, is weer niks. Het kan geen... De walkouts zijn op. Nee. Oh, gelukkig. Dan ben je nog blij mee. Ik dacht weer Fisca, dat wordt gek. Kom op, man. Kom op. Geef me die walkout. Kom maar. Kom maar. Heb je hier meegemeten met je vrienden? Ja, maar. En? Was het wat? Zij hebben het weten. Dit is goed, hè? Dit is goed. Ja, we hebben die walkout. Komt het nou? Zet hem weg. Oh, ja. Oh, hij is wel 40k, denk ik. Wel lekker, hoor. Niemand gebruikt hem. Nee, hij is echt tandslecht. Ja, hij was vroeger toch een lage balletjes. En niemand gebruikt een BPL achterhoede. Ja, kom op. Kom op. Dit is echt goed. We zijn lekker bezig. Oh, linksback. Oscar. Waarom zijn we zo hoog? Nee, ik heb geen idee. Ik kijk de Chinese League ook vrij weinig. Ja. Goed bezig, broer. Pack koning. Bosnië? Oh. Games. Nee, Sanchez. Oh. Games. Die heb ik echt nog... Dat is ook zo'n beel. Heb je die dan eens gepakt? Ja. Hè? Dat is niks, hè? Ik weet niet. Soms heb ik gewoon down of zo. Wat slecht. Nou, dan komt die laatste. Dan zien we jullie morgen terug bij een nieuwe... Winter opening. Ja. Ja. Dit is goed. Ja, pack koning. Kom aan. Komt u maar. Eriksen. Ja, pack koning Eriksen. Oh, bro, ik dacht misschien is de icon. Hoezo, dat is toch niet wit? Die flame moet toch niet wit? Was dat niet wit? Ja, maar welke icon is er weer dan liever? Eriksen of Smichael? Smichael? Ga er even in. Nee, niet weer ik. Waarom nou weer ik? Het is alsof je bij de kapper zit. Zo. Dit is echt goed te lezen, dit. Wij willen Pelé. Yes.
Maar voordat we Pelé gaan packen, hebben we ook nog allemaal andere packs. Dus past ook echt niet slecht. Helemaal op het bord, dat maakt niet uit. Je ziet het ook allemaal niet. Jongen, jij hebt alleen maar groene pen hier. Stift. Pak dan lekker op, pak je lekker liedmanen. Nee. Nakata! Nee. Zeker geen borden, zeker niet. Dat zijn ook lekkere pakketjes allemaal, zeg. Ja, goed hè. Maar top, zeg. We werken op naar... Jezus. Naar... Wij willen... Pelé. Nee. Pelé. Het is zo goed te zien. Kijk, het staat erop. En als je beweegt, dan beweegt het ook mee. Dus dat is van het bord zelf. Ah, de twee zeldzame gouden spelerspakketjes. Ik had er net ook niks uit. Dus ik verwacht niet dat ik er nu wel wat uit krijg. Was gewoon boef, man. Is nu niet boef meer, man. Regisseur den moeilijk. Regisseur. Officier. Oh, wat is het toch fijn in... Hey. Borden. Zit erop, joh. Oh nee. Nou, is wel wat waard hoor. Dzeko. Dit is een 45k die je kreeg bij de Marky Matchups. En is een borderspeler. Het is geen borderspeler. Oké. Wij willen Pelé. Wij willen Pelé. Wij willen Pelé. Wij willen Pelé. Wij willen. Oh, nee, maar wij willen... Pas doen als we niet pakken. Ja. Boom. Kom op dan. Wij willen Pelé. Wij willen Pelé. Oh, dit heeft me 500k gekost. Kom op. In ieder geval geen kutvlag. Oh, geen kom kutvlag. Op. Nee. Ah. Nee, Inzaghi, nee! Nee! Oh nee! Ik wil niet heel veel zeggen, maar dan... Inzaghi! Nee! 500k voor Inzaghi! Oh, dit meen je niet! Oh, Inzaghi! Dit is echt de allerslechtste icon die er is. Zie je er nog wat achter? Zie je ook al? Oh mijn god. Lipo Inzaghi stond synoniem voor AC Milan tijdens de finale van de Champions League in 2007 tegen Liverpool. Oh. Wat is synoniem? Stond synoniem? Nou, als een soort, eigenlijk meer symbool. Synoniem. Deze wedstrijd was de bekroning voor het werk van de Italiaanse spits. Hij hielp Milan om wraak te nemen voor de nederlaag tegen Liverpool 2 jaar eerder. Inzaghi maakte beide doelpunten in de wedstrijd die ze met 2-1 wonnen. Waarmee hij een jeugddroom in vervulling bracht. Wat was dan besef, die 3-3? Was dan 2 doelpunten in de Champions League finale. 85 rated. Ja, inderdaad. Dit was echt niet om aan te gluren. Filippo Inzaghi. Wat een triestzooitje. Nou, ongekend. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals. Refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt de dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel in.